Ik ben Christophe Rozeeuw, programmator jazz en geïmproviseerde muziek. En ik heb het even over mijn drie concerttips. Voor de zesde keer op rij slaan Muziekcentrum De Bijloken, Flagey en Brussels Philharmonic de handen in elkaar voor een editie Jazz meets Symphonic, waar wij impressionante jazz-improviseerde muzikanten een confrontatie laten aangaan met de krachtige machine van het symfonische orkest. Voor deze editie vragen we een echt bijzondere muzikant, Craig Taborn. Craig Taborn is iemand die zich weet te handhaven in een diversiteit aan genres. Ik denk aan jazz, rock, metal. Eigenlijk een autodidact. En dat maakt hem zo boeiend, omdat hij heeft zich leren focussen op een ontwikkeling van eigen materiaal. Het materiaal die zich in zijn hoofd afspeelt. Echt een aanrader wat mij betreft om die bijzonder boeiende wereld van improviserende muziek te zien samenkomen met die krachtige taal van het symfonisch orkest. De volgende tip die ik graag meegeef gaat over Julian Lage. Iemand waarvoor het woord wonderkind eigenlijk uitgevonden is. Hij wordt vergeleken met groten als Pat Metheny, John Scofield. Hij komt hier zijn nieuw album voorstellen, Speak to Me. Een album dat bol staat van eigenlijk een diversiteit aan genres en stijlen. In 1923 was Julian Lage voor velen te horen in de tuin tijdens Gentjazz. Daarom zijn we ook heel blij dat we hem van de tuin naar onze concertzaal kunnen halen. Om u nog wat meer in Guitar Heaven te laten wanen, maakten we er prompt een tweedaagse van Wolfgang Mutschpiel. Hij komt langs met Lionel Louweke, afkomstig uit Benin. Beide geflankeerd met bassiste Linda Meyhen-O. Zij is Australische. En u kent ze misschien ook van haar werk aan de zijde van Pat Metheny. Drie continenten, drie verschillende muzikale persoonlijkheden.